7 personen hebben het leven gelaten en 200 personen die betrokken waren bij een aanrijding hebben zich aangemeld bij de spoedeisende hulp gedurende de verkeersveiligheidsmaand 2022 die gisteren werd afgesloten. Eugenie Esaias, ondervoorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, KSV, zegt dat het aantal verkeersslachtoffers drastisch moet afnemen. Echter, dit doel kan niet alleen worden bereikt met het werk van het korps. De bewustwording en de verandering die teweeg moeten worden gebracht, zullen moeten komen door een ketenbenadering. Dat betekent dat er een integrale aanpak moet zijn en dat activiteiten en acties vanuit formele en niet-formele instituten eigenlijk op elkaar gaan aansluiten. Verkeer is een structuur, zegt die meneer, dat zei meneer Wip zo mooi. Verkeer is niet meer rij van Wani. Het loopt volgens een structuur. En in die benadering van hoe pak je verkeer en verkeersveiligheid aan, zijn er 3 E's. We blijven dat zeggen. Je hebt engineering, enforcement en education. Engineering is die infrastructuur. De enforcement heeft te maken met handhaving. En education is educatie en voorlichting. Maar die dingen moeten goed op elkaar afgestemd zijn om aan het eind te kunnen meten wat hebben we bereikt. Weet je welk effect hebben we gesorteerd op die gemeenschap. Isaiah zegt dat er ook onderzoek nodig is om na te gaan waarom er verkeersslachtoffers vallen. Omdat de reden per geval kan verschillen. Er moet dieper worden ingezoomd op het procesverbaal dat bij die gevallen is opgemaakt. Stel maar, iemand die in het verkeer komt te overlijden vanwege het feit dat die persoon zich slecht voelde. En je botst ergens tegenop en het gaat fout en de persoon verliest het leven of laat het leven. Is een andere situatie toch dan wanneer iemand vanwege bijvoorbeeld negeren van de snelheidslimiet tegen een ander opbotst en er ontstaat een aanrijding met afloop, dodelijke afloop. Maar het zijn 2 verschillende situaties. Dus je moet het dieper gaan onderzoeken. Wil je zeggen, is er sprake van een verbetering of een verslechtering? Mensen zijn geneigd om alleen maar te kijken van het is 7, 7 in 2022, 7 in 2021. Maar dat is gewoon oppervlakkig kijken, toch? Als we het zo vergelijken met elkaar. Het gaat niet alleen om het cijfer. Het gaat om de achterliggende oorzaken en diepere oorzaken die geleid hebben tot de slachtoffers. Isaiah zegt dat het niet uitmaakt hoeveel informatie er is. Verandering zal pas komen als elke verkeersdeelnemer zich bewust is van de gevaren die er zijn en bereid is de informatie tot zich te nemen.